In Winterswijk was prinses Wilhelmina aanwezig bij een plechtigheid ter nagedachtenis van mevrouw Kuipers-Rietberg, alias Tante Riek. In een kort woord gewijd aan deze verzetfiguur, zei de prinses... Geloof, de geestkracht, de taaie volharding en het beleid van Tante Riek, met zoveel verbeeldingskracht gevoerd, zullen in onvergetelijke herinnering bij ons blijven voortleven. Daarna onthulde de prinses hier een monument van de Amsterdamse beeldhouwer Bolhuis dat Tante Riek voorstelt, die zich ontfermt over een opgejaagd hert dat de vele door haar verborgen onderduikers symboliseert. Prinses Wilhelmina legde hier eerst een krans namens Hare Majesteit de Koningin. Minister Mansholt legde een krans namens de regering. De prinses bracht ook persoonlijk een bloemenhulde aan mevrouw Kuipers-Rietberg.